Hi jongens, het is maandag. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. We're still hanging in there. Het loopt hier vol. We hebben ruimtetekort. Ik heb het al, je hoort ook, er is weer genoeg gaande, maar ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik verlang enorm naar het feit dat we zo ook aan die kant van het huis kunnen gaan wonen. En nu wordt het wel heel erg, want ze zijn net allemaal spullen van Cybex geleverd. Van de, allemaal babyspullen. Een extra stoel, zo'n kinderstoel. Een dubbele kinderwagen, want ja, dat is ook nodig natuurlijk. Een autostoel. Nou, ik zie even niet wat de rest is, maar het is veel in ieder geval. Allemaal nodig, want ja, bijna 35 weken zwanger. Daarnaast is alles afgeplakt, want er wordt deze week geschilderd. Maar dat maakt het dus ook een beetje moeilijk om deze keuken te gebruiken. En vandaag zijn de open haarden geïnstalleerd. Kijk nou. Eentje hier. Eentje daar. Het is echt prachtig. Ik ga het je zo laten zien als dat schuren voorbij is. Want het maakt echt een verschrikkelijke herrie. Maar ik overzag het allemaal even niet meer. En de hormonen maken dat niet makkelijker. De nesteldrang maakt dat niet makkelijker. Dus ik heb vandaag nog één dag hier gewerkt. Omdat ik het een en ander moest afmaken. Maar ik ga vanavond mijn spullen pakken en verhuizen. Want ik... Leek me beter. Ik had vorige week best wel last van indalingsweeën. En toen zat ik al een beetje ermee dat ik het moeilijk vind om nou te bedenken waar ik goed aan doe. Want aan de ene kant moet ik rustiger aandoen. En aan de andere kant wil ik Lars ook niet belasten. Want die is zo hard bezig om het hier allemaal bewoonbaar te krijgen voordat de baby er is. Normaal is ouderschap natuurlijk iets wat je heel goed met z'n tweeën doet. Alleen ik merk nu gewoon... dat ik het niet fijn vind om hem nog meer hooi op zijn vork te geven. Ik bedoel, hij doet nog steeds superveel met El, hoor. Maar hij maakt dagen, jongens, van 6 tot 11. Het is echt ongekend, absurd. Dus daar zit ook voor hem een grens aan. Dus toen dacht ik, oh, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon even een weekje lekker naar mijn ouders. Die kan mijn moeder lekker voor me zorgen. Leek me een goed idee. Tot mijn ouders zeiden, ja, dat is leuk, maar wij gaan volgende week weg. Naar het buitenland. Toen dacht ik, oh ja, dat was ik even vergeten. Maar goed, toen zei mijn moeder, ga gewoon alsnog lekker bij ons zitten. Isa en Quinn zeiden ook, komen jullie toch lekker hier? Dan kunnen we het in ieder geval met z'n allen doen. Wat meer verdelen. Er wordt deze week geschilderd hier binnen. Dus dat is natuurlijk helemaal niet handig om een dreumes van 1,5 rond te hebben lopen. Die je niet kan uitleggen dat ze de muren niet mag aanraken. Dus ik ga hier nu zo goed als kan even opruimen. De vaatwasser even fixen. En dan ga ik spullen pakken. En dan gaan we dus even, nou ja, in ieder geval denk ik een paar dagen tot het einde van deze week weer thuis wonen. Zo blijven we verhuizen. Aankomende zaterdag wordt de vloer gelegd. En dan hopelijk dit weekend, het is Pasen dit weekend, kunnen we spullen gaan verhuizen. En kunnen we bijvoorbeeld ook hiervan onze slaapkamer maken. Waardoor ik niet meer 3 keer per nacht naar beneden hoef, naar de wc. Het moet allemaal even wat praktischer. Maar goed. Ik ga jullie meenemen. Het wordt vast weer een succes. Ik heb in ieder geval vandaag gedaan wat ik moest doen. Ik was echt zo moe. Ik had 1,5 uur liggen slapen. El had het hele weekend koorts. Gisteravond nog steeds. Vanmorgen gelukkig eindelijk niet meer. Dus die is lekker naar het kinderdagverblijf. En volgens mij aan de foto's te zien heeft ze het er hartstikke naar de zin. Dus dat is fijn. En... ja, ik heb dus wel een klein powernapje gedaan vanmiddag. Maar wel allemaal werk afgekregen wat ik vandaag af moest hebben. Dus dat is heel lekker. Oké, ik ga even spullen pakken en dan zometeen mijn lieve meisje ophalen van het kinderdagverblijf. Ik was vandaag een beetje obsessief. Ik was de hele tijd op de app aan het kijken. Ze al foto's hadden geplaatst. Soms heb ik van die dagen, dan kan ik dat heel goed loslaten. En soms heb ik van die dagen dat ik alleen maar met haar bezig ben in mijn hoofd. Dat is zo gek. Hey, huisgenoten. Ik vind het met je mond dicht eten, anders krijg je weer haat. Ja. Je moet je gewoon met je bek open. Quinn eet met zijn mond open, jongens, omdat hij anders geen lucht krijgt. Ik kan niet ademen door mijn neus. Nu ging het best goed. Ik kan wel... Ik ben nooit verkouden, zeg maar. Alleen het stopt hier bij mij. Ben je bij het ziekenhuis geweest? Ja. En word je nou geopereerd? Nou, ik kan dus kiezen of ik nu geopereerd wil worden, ja of nee. Alleen mijn laatste afspraak was ik vergeten. Toen kwam ik moest om 10:30 zijn. 10:50 dacht ik, oh ja, ik moet zijn. Zit. Oké. Nou ja, dat is dus de reden dat Quinn met zijn bek open eet. Zoals iemand dat reageerde onder de video van vorige week. Zal wel blijven. Ja, iemand zei,
die Quinn eet altijd echt super goor met zijn bek open. Zoiets heel grof. En toen dacht ik, oh, oké. Maar je hebt waarschijnlijk wel gelijk. Ja. Ze heeft altijd zijn eten in. Ja. Nee, dat doet ze. Nou, dit was de roos van Quinn. Gezellig, hè? We komen weer thuis wonen. Nee, nee, nee. Maar deze. Kijk maar in de vlog, hier, rewind. Het was de roos van Quinn. Gezellig, hè? We komen weer thuis wonen. Leuk, hè? Ja. Vloem, paprika naar binnen. Ja, maar met die sliertjes doe je dat ook inderdaad wel. Jij sleurt niet, jij doet zo. Eet zoals hij is. Wat haast. Je moet die, ja, moet die weer. Waarom blijft hij? Ik denk dat... Kom mama en papa naar terug. Mama baalde zo erg. Dus vond het echt niet leuk. Maar ik denk tot... Maar het is wel echt toevallig zo. Pasen of zo? Eigenlijk? Ja, ik wou hier komen terwijl mama thuis was. Want ik dacht, super chill, ja, kan mama voor mij zorgen. Ja. En toen zei jij tegen mij... papa en mama gaan weg maandag. Oh. Oké. Okay. Ja. Maar goed. Nu heb je ons. Ja, nu heb ik jullie. En El vindt het ook heel gezellig. Ja. Ja. Boefie. Ja, we hebben de kapsels in. Weet je wat wel echt lekker is? Dat hier... Oh. Zit je mama uit te lachen? Dat hier onze halve inboedel staat, is dat hier sowieso super veel spullen van Elin zijn aan speelgoed en zo. Ja. Maar ook dat mama alles te vol heeft. Luiers liggen hier, eten van El ligt hier, potjes, broodbeleg. Ik hoef echt niks mee te nemen. Nee. Super chill. Terecht. Ja, slaapkamer is gewoon nog intact. El heeft een eigen slaapkamer. Het is zo'n luxe. Ik heb voor mezelf letterlijk alleen een pyjama's gewoon onderbroek ingepakt. Ik dacht bij de rest zal wel. Ja. Meer heb ik niet nodig. Ja, goed. En voor Elma's gewoon een outfit vanmorgen naar school. Maar ik ga natuurlijk nog wel iedere dag gewoon terug naar het huis. Want daar gebeurt genoeg. Maar het is gewoon lekker dat we eten en drinken en badderen en slapen. Gewoon even in deze schone omgeving kunnen doen. Daar word ik rustig van. We zijn nu dingen aan het plannen voor komend weekend. Of eigenlijk, ja, dus komend paasweekend. Want zaterdag wordt de vloer gelegd. Zondag gaat hij het waarschijnlijk afmaken. Wat betekent dat we maandag kunnen beginnen met verhuizen. Dus... Ik dacht een stukje tegen mij praten. Ja, weet ik, in het begin. Dat vond ik ook heel schattig. Okay. Je dacht, wat loopt ze nou te lullen? Zo, ja, je dacht, wil je heel graag kletsen of zo? Dan doe ik wel even met de telefoon weg anders, maar... Ik was aan het vloggen. Maar ik heb nu maandagochtend met mijn schoonmoeder afgesproken om te gaan... schoonmaken. Jullie gingen helpen met verhuizen. Ja, Elie vindt het ook leuk. Elie vindt het ook leuk. En mijn schoonvader gaat dan ook wel verhuizen. Zijn jullie met z'n drieën? Baby. Oh, mooi. Baby, ja. Baby in de buik, hè? Ja, mama, baby in de buik, hè. Wanneer komt de baby? Weet je dat al? Mama, de buik is zo hard. Doet auw. Mama, heel veel auw in de buik. Au. Lekker met de vlaanderen. Ja. Baby! Baby, ja. Moet je baby voelen? Lekker vla. Zo, oh, lekker. Lekker vla handje op mama's buik. Neem nog maar een hapje. Ja, dan gaat het echt beginnen, hè? Of gebeuren, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, maar ik denk dus dat we tot die tijd hier blijven wonen. Ja. Gezellig, allemaal. Oké, okay, ik ga jou zo op bed leggen. En weet je wat mama dan gaat doen? Au. Kijk, dat is echt hetgene wat ik het meeste mis aan ons kleine huisje. En wat ik niet ga missen. Als zij op bed ligt, 's avonds, alles is natuurlijk open. Beneden is verbonden met boven, zit geen deur tussen. En onze slaapkamer is haar slaapkamer, dus die delen we. Ik kan 's avonds nooit rommelen. Gewoon even opruimen, even schoonmaken. Even, dat soort dingen doe ik altijd het liefst als zij lekker op bed ligt. Want dan ben ik daar niet mee bezig als ze wakker is. En dan heb ik ook niet haar om handen. En dat kan dus nooit. En nu, vanavond weet ik, oh, ik ga jou op bed leggen. En dan lig je in je eigen kamertje, hier bij Open Oma, in het Ajax-hok. En dan kan ik gewoon even mijn nagels gaan lakken. Ik kan in bad. Ik kan gewoon alles doen wat ik wil. Ik kan herrie maken, ik kan televisie kijken. Nou, ik kan dat thuis ook wel. Televisie kijken, maar wel altijd op standje 15, weet je wel. Altijd opletten. Je bent er gewoon wel... Het is niet eens dat zij er echt wakker voor wordt, maar je bent er gewoon de hele tijd mee bezig. Je hoort het al, ik ben heel erg toe aan het grote huis. Op! Was het lekker? Nee, we gaan niet nog meer eten. Buikje vol. Op! Er staat dus hier zo'n paasboom met chocolaatjes erin. En ze mag van oma iedere dag één chocolaatje.
Maar ja, oma is er nu niet, dus we hebben vanmiddag gewoon een chocolaatje gedaan. Maar ja, nou moet ik degene zijn die de hele tijd vertelt dat we geen chocola meer gaan eten. Ja. Hey. Hey, hoe laat is het eigenlijk? Oh. Oh, je hoeft nog niet weg. Geen stress. Ik dacht, het is supergezellig. Ik heb huisgenoten. Lars gaat klussen, maar Isa en Quinn zijn er. Dan heb ik in ieder geval gezellig vanavond mensen om me heen. Eindstand, Isa. Iedereen gaat weg. Vrijwilligerswerk. Ik zaal voetbal. Helaas. En ik moet hier blijven. Ik kan ook niet weg van daar. Nee, jij moet wel hier blijven. Ja, ja. Maar goed. Er zijn ergere dingen. Maar het is wel ongezellig. Ja. Nou weten jullie natuurlijk ondertussen dat ik niet... El, niet dat ding over de vloer. Doe maar in de gang, op het kleed. Dankjewel. Nou weten jullie ondertussen wel dat ik natuurlijk niet de meest sportieve persoon ben op deze wereld. Maar wel heel erg hou van comfortabele kleding. En daarom hebben we weer een shoplog voor jullie. Ik ben niet alleen. Ik heb mijn lieve compagnon meegenomen. Want die sport wel echt. Dus dan kunnen we je laten zien hoe je sportkleding kan dragen voor zowel de chill als voor de productiviteit. Want Lars die zit iedere ochtend trouw om 6 uur zijn wekker om eventjes te gaan sporten. Weet je hoe lang ik al wacht om dit pakket uit te pakken? Ja. Ja, sorry. Dit pakket stond even te wachten op ons. Maar ik had iedere keer geen ruimte in mijn hoofd om het open te maken. En ik wil dan er even een leuk ding van maken. En nu dacht ik, we hebben hier alle ruimte bij mijn ouders. We gaan lekker een Kjomborg pakket unboxen. Okay. We lopen... Ja, begin jij maar alvast. Ga maar alvast kijken. We lopen allebei vrij graag dus in sportkleding. Lars omdat hij gewoon en sport. Maar ook omdat hij tijdens het klussen natuurlijk ook gewoon comfortabele kledingen aan wil. Ik omdat ik sportleggings ver van weg... Baby! Waar is de baby? Oh, in bed. Deze heb je al uitgepakt, hè? Een deel. Ik zie het wel. Ik heb 1 joggingbroek eruit gehaald. Ja. Ik vind sportleggings, en zeker die van Bjornborg, vind ik gewoon echt super fijn zitten. Excuse me voor de noise. Ja. Als broek. Want het trekt gewoon lekker mee met zo'n buik. Dus dat is echt ideaal. Ja. Oeh. Dat is 1. Oh, wat een mooie kleur. Ze hebben wel echt een gezellig doosje opgestuurd, hoor. Ja, echt hele leuke dingen. Laat zien. Ik ga het even opmaken en dan gaan we het je laten zien. Zal ik even wat aantrekken? Dat is wel vreemd, hoor. Moet ik dit drukken? Die ga ik niet laten zien, maar ze zijn wel leuk. Oh, schat. Dan zie je de sporty uit. Die baby past echt niet meer. Ik heb het al een paar keer gezegd. Je wil gewoon graag dat ze snel komt. Oh. Ja, mooi. Een kleine pony. Mama, mooi. Ik wou je even laten zien hoe zo'n riplegging dus gewoon super lang meegaat. Ik ben gewoon hoogzwanger nu, hè. En het zit echt heerlijk. Zeg ook even iets over mijn outfit. Ja, je ziet er fantastisch uit. Kijk, en dan kan ik zo 1 laagje uit. Hop. There's more. Kijk, tekst. Oh, heel leuk. Die. En dan kan ik nog een laagje uit. Vloem. Weer dezelfde kleur. Mooi speelbal. Heel mooi. Nee, nee. Weer hetzelfde. Oké. Okay. Oh. Kan alleen je broek niet zo goed laten zien, want er staat een klein kindje. Oh ja, kijk. Ja, dat is ook. Het is allemaal ton sur ton. Ton sur ton. Met logo's. Heel leuk. Jullie gaan wel kleur aan. Ik vind dit een heel mooi shirt. Ja, deze had ik al. Dat vond je volgens mij ook mooi. Ja, echt heel leuk. En ik ben ook enorm verrast over deze kleur. Ik vind het zo mooi. Ja, goed. Kijk ook even voor van de zomer. En deze tops, vooral met die spaghettibandjes van Bjornborg. Staat ze zo? Staat ze zo? Ja. Mooi, hè? Met die spaghettibandjes, die zijn ook echt zo fijn. Mocht ik ooit weer bereid zijn om te gaan sporten, dan... is dit een goede outfit. En ik moet ook wel zeggen, tijdens de vorige keer borstvoeding heb ik ook best wel veel dit soort tops gedragen. Omdat het gewoon lekker strak zit. Net als met een sport-BH, dat zit gewoon lekker. Dat is gewoon top. Nou hebben wij uiteraard ook een kortingscode voor je. Want met D20 krijg je 20% korting op je bestelling bij Bjornborg. Ga op vrouwenkleding, maar ook op mannenkleding. Ik heb nou ook begrepen dat er toch wel wat mannen zijn die op zondagochtend gedwongen worden om deze video mee te kijken. Dus mocht je iets leuks hebben gezien, het linkje staat voor je in de beschrijving. En daar vind je alle informatie. Mis ik dan nog iets? Vertellen? Of, Je mag iets vertellen als je iets leuks wil vertellen. Ben ik echt een goede sidekick zo? Je bent een goede sidekick. Goed. We kunnen wel samen zo'n presentatieduo worden op RTL 4. Ja, ik moet zeggen, als je dit gaat editen, dan zie je dat ik nog weinig inbreng. Hoor. Ik vind het prima. Goed idee. Ja, leuk. Goed gedaan. Een hele goede morgen, jongens. Het is dinsdagochtend. En we zijn volle bak aan de gang met 3 halve zielen hier.
Nou ja, Demi die is 37 weken plus. Dus het feit dat ze hier is, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Isa is ziek en ik heb anderhalf uur geslapen. Maar we zijn er. We gaan vandaag de nieuwe collectie van OOTD shooten. En die staat natuurlijk al een week live. Vorige week heb je de foto's al kunnen zien op de website. Maar vandaag gaan we de foto's maken. En ik ben heel blij dat Dame er nog is. Het was heel spannend tot Dame dit ging redden. Want ja, deze datum, het is natuurlijk zo dichtbij jouw uitgerekende datum dat je het niet weet. Ook bij jou hoor, ik weet niet. Bollies! Oh, ik lijk wel een ei op. Kijk dan hoe raar mijn buik eruit ziet. You are an egg. Oké, dus we gaan aan de bak. Let's go, mate. Gaan we weer. Behind the scenes. Wat een studio, schat. Oh. Snot. Dikkie, dit is toch top? Ja, ik is wel heel lekker gewoon thuis. Wordt het iets ding? Ja, is leuk. Top. Zalige plaat, hé. Ja. Ja, dit is dus geen zwangerschap. Nee. Ja, dat is het mooie. Kijk, ik ben toevallig net aan het vloggen. Okay. Ik zeg altijd 100 keer tegen D dat ze dat moet benadrukken. Dat de kleding die we verkopen, ja, die jij toevallig aan kan alleen, terwijl je zwanger bent. Ik ben gewoon altijd voorstander van comfortabele kleding. Ja. Dus dit is gewoon een stretchy en dan kan je dit heel lang aan. Dit kan je echt heel eindig van je zwangerschap aan. Ja, maar ik weet zeker dat voor de zomer ga ik dit ook dragen. Ja. Lekker. Alleen al dun. Nou jongens, we hadden de foto's er echt in, een uur op staan of zo. Ja. We waren echt als een speer. Dus Dame is alweer naar huis. We hebben daar nog even lekker gezellig geluncht en nog even zwangerschapsfoto's gemaakt. Want waarschijnlijk is dit de laatste keer dat Dame bij ons was voordat zij gaat bevallen. Ik ga volgende week nog wel naar haar toe, maar Lars was er nu ook. Dus ze dacht, nou, het is wel leuk om nog even samen een foto te hebben. En er is natuurlijk niemand die zulke mooie foto's maakt als Dame. Dus dat is gelukt. Nu zijn we als een gek weer naar huis van mijn ouders gegaan. Want het was daar echt keikoud. In het huis. Omdat we alle verwarmingen uit hebben staan. En het is vloerverwarming. Dus het duurt heel lang voordat het, dus je kan niet aanzetten. En dat het dan ineens warm is. Oh, ik heb mijn maagzuurpil niet genomen. Wat dom. Oh, en ik word gebeld. Ik heb eigenlijk wel. Ik ben net te laat. Ik wil jullie even laten zien hoe heftig het is om af en toe met Quinn in een huis te leven. Dat is er nou helemaal niet op. Nee. Hij loopt hier dan en dan gaat hij schreeuwen uit het niks en zo. Hij heeft echt ADHD hoor. Zo niet dan. Stop hem niet als je vraagt als je wil ophouden. Iedereen is slecht s'avonds. En dat gaat hij zo doen. Maar goed, goedemorgen jongens. Het is woensdag. El was heel erg aan het hoesten vannacht. Dus van het koortsige van het weekend gaan we door in het hoesten. En ik heb keelpijn. En Is ook ziek. Dus het heerst. Een grote zieke boeg. Ja, een grote zieke boeg. Het was ook echt zielig, want ze was vannacht echt helemaal verdrietig ervan. En toen zei ik, moet ik thee voor je maken? Ja. Mee. Ik zeg, zal ik jou even bij papa leggen dan? Ja, papa. Zo schattig. Auw, hoor je nou weer? Zieltje. Nu heeft Lars er meegenomen, want de schilders beginnen vandaag bij ons huis. Dus die gingen de deur openmaken en ik mocht nog even een uurtje blijven liggen. Wat echt heel fijn was. Dus paracetamol erin en we gaan er weer voor tegenaan vandaag. Jee. Ik voel me ook helemaal, ik zit gewoon niet lekker in mijn lijf. Kijk ook hoe ik eruit zie, jongens. Ik voel me echt overreden door een vrachtwagen. Is niet anders. Nee. Weet je, het wordt vanzelf beter. Ja, dat is, maar ergens, ik vind het dus heel irritant dat ik dan nu ook nog ziek ben, omdat ik gewoon al, ik heb al te veel issues nu. Ik kan het er niet bij. Het is even te veel. Ja. Vanmiddag naar de verloskundige. Eigenlijk wil ik gewoon naar bed. Nee. Waarom niet? Moet ik daar?
kan ik niet eens meer lekker liggen. Als ik lig en ik draai, dan vallen mijn zijen uit elkaar. Ja, het voelt echt hier zo onder, bij je, nou niet bij je lies, maar net iets hoger. Ja. Alsof ik dan gewoon gestoken word met een mes. Wat is dat nou weer? Een agressieve baby. Ja, een hele agressieve meid. Oké, okay, nou ja, dat was eigenlijk mijn mee. Ik zet mijn telefoon neer om een spiegel te hebben. Even kijken of we hier nog iets van kunnen maken. Je hebt het weer zo opgemaakt. Ik doe niet. Nee. Nou ja, kijk, ja, ik moet het ergens in winnen. Ja. Ik had dus best wel lang een tijd in mijn zwangerschap dat ik me niet opmaakte. Toen we zeg maar midden in die verbouwing zaten en het zo'n chaos was. En toen dacht ik, weet je, ik doe het gewoon niet. En toen merkte ik toch dat als je dan minder tijd in jezelf stopt, dat je je ook minder lekker of minder makkelijk lekker voelt of zo. Lekker in je vel bedoel ik dan. Als je gewoon het leuk aantrekt en een beetje wat op je gezicht smeert, dan... Dan gaat het eigenlijk een stuk makkelijker allemaal of zo. Nou ja, dus dat motto probeer ik er nu gewoon in te houden op de dagen dat ik me slecht voel. Dat ik denk, laten we gewoon toch doen. Alsof. En als ik dan over een uur alsnog op de bank lig, heb ik het in ieder geval geprobeerd. Oh. Alles is in plastic. En de verfspuit staat klaar. Dus het feest kan beginnen hier. Even een klein shot. Ja, oké. Okay, ik stond net te filmen en in één keer kwam nevel. Hij zei al, moeten jullie hier wel blijven? Oh. Maar oké, wij gaan. Doei. Oh, je ziet het bijna niet meer. Ja, het is echt heel licht, hè? Ja, we kunnen ook niet door. Je belly zit er vol. Ja? Oh ja. Oh, je neus. Ik voel het vallen. Nou, we hebben leuke sproetjes. Dit is natuurlijk mijn kamer bij mijn ouders. En ik zal je heel eerlijk bekennen. Het is ondertussen ook een klein beetje opslagplek geworden. Want daar staan nog allemaal spullen van onze reis naar Lapland. Daar staat nog allemaal oud beddengoed. Daar zit allemaal zomerkleding in. En ik heb natuurlijk gewoon nog... mijn kleding hier. Dit is Lars' kast. Dit is mijn kast. Nou, dat is ondertussen ook een beetje een puinzooi. En nou pas ik natuurlijk nu niet overal in met deze buik. Maar over een maandje, als het goed is, wel weer. En ik kan gewoon niet wachten om dit allemaal uit te gaan zoeken. Gewoon lekker al die zomerkleding weer eventjes terug in de kast. En gewoon ook meenemen natuurlijk naar mijn eigen huis. Er zal ook weer een hele hoop zijn wat ik weg ga doen. En zoals ik dat wel vaker doe, ga ik dat via Vinted verkopen. Dus mocht je het leuk vinden om in mijn kast te neuzen, volg me alvast op Vinted. Dat heeft namelijk aan de ene kant het voordeel dat je dus ziet wanneer ik er iets op zet. En je dat misschien wil kopen als je het leuk vindt. Maar aan de andere kant is het voordeel dat ik dus ook in jouw kast kan kijken. Ik verkoop niet alleen op Vinted, maar ik koop dus ook regelmatig dingen via Vinted. Ik heb het laatste jaar zeker veel dingen voor Elin gekocht. Al haar skikleding, de snowbootjes, alles. Ja, ik vind het gewoon onwijs zonde om voor dingen die je relatief kort draagt. Het is natuurlijk allemaal fast fashion. En met een kind helemaal, want die groeit overal zo weer uit. Dan komt er gelukkig nog een meisje aan. Dus dat stelt me ergens gerust. Maar het is gewoon lekker en een fijn idee dat je dat via Vinted gewoon makkelijk verkoopt. Ik vind het daarnaast ook gewoon super makkelijk werken. En wat ik ook echt heel erg leuk vind, is dat ik regelmatig nog met degene waar ik dan iets van heb gekocht... Ik had bijvoorbeeld echt een super schattige foto van Elin in dat skipakje. Dus die had ik even gestuurd naar degene waarvan ik dat skipakje had gekocht. Nou, vond ze helemaal leuk. Dus ik ga daar helemaal goed op. Als je mij Vinted dus volgt, dan kan ik ook in jouw kast kijken. Ik zal het linkje van mijn Vinted even in de beschrijving zetten. Want dan kan ik jou ook vinden. Dus dat lijkt me echt super leuk. Volgens mij zijn er namelijk ook super veel volgers die kindjes hebben die net iets ouder zijn. En dat is gewoon zo'n mooie manier van het opnieuw gebruiken van kleding. Want ja, kleding gaat heel vaak heel veel langer mee dan dat we het passen. Zeker bij de kleintjes. Hopelijk over een maandje is deze puinzooi verleden tijd. En kan ik dit allemaal gaan uitzoeken. Hey jongens, daar zijn we weer. Het is donderdag. Hi. Oh, wat een ellende hier thuis. Echt, iedereen is zo lamlendig. Maar goed, iedereen is weer een soort van underrun. Ik heb gewerkt net een beetje om nog het een en ander af te maken. Maar Quinn begon nu ook ziek te worden. Maar die zijn nog wel, Lars en Quinn, naar een of ander circuit. Wat doe je? Wat heb je? Wat heb je in je mond? Geef maar aan mama.
Elin heeft de bak van de hond uitgevonden. En de waterbak. Wat heb je in je mond? Wat is dat? En zo zie je maar, dames en heren, dat je altijd moet opletten wat je kind in de mond stopt. Dit is voor grote mensen. Dit is niet voor Elin. Smintjes doen we niet eten. Ja, bah. Waarom eet ze dit ook? Ik had van de week een zwart-wit lolly. Welk kind van de anderhalf vindt dat nou lekker? Ik dacht, nou, ik geef er één likje, dan is ze meteen genezen. Nou, ze vond het heerlijk. Ja, we gaan geen smintjes eten, Elin. Maar goed, Isa is ook weg, dus we zijn nu met z'n tweeën vanavond. Dus wat gaan we eten? Jongens, dik tip. Deze vis van de Lidl, zo lekker. Echt fantastisch. Appel? Wil je een appel? Ja. Nee, we gaan zo eten. Appel. Je bent een appel. Mama. Ja. Mama. Goed. Mijn keelpijn wordt alleen nog maar erger, dus dat is wel een beetje jammer. Dat gaat nog niet echt de goede kant op. Maar goed. Passion. Deze twee burgers. Ik, Mac en de Passion. Klinkt als een goed trio. Teetje en Quinny zijn aan het strijden voor... De nieuwe collectie. En het ziet er wel weer leuk uit. Ja. Maar bij deze weekvlog zijn we al live, toch? Ja. Vorige week al. Ja. Dat gaat weer de goede kant op, hè? Ja, wat leuk. Want Daddy laat altijd zien wat voor werk ze doet, hè? Nee, vergeet je altijd, hè, schat. Nee. Vind jij niet leuk, hè? Laten zien. Er stond ook een box bij Elin op de camera. Nee. Oh, ik ben moe, man. Oké, okay, nou, ik heb niks meer zinnigs te vertellen. Oké. Okay. Kun jij? Nee, want thanks. Goedemorgen, het is vrijdag. We gaan kijken bij het schilderwerk, want het is klaar. Althans, het grootste gedeelte. Het ruikt meteen naar nieuw, hè? Vind je niet? Ja, ik snap dat het misschien op camera lijkt alsof er niet zoveel veranderd is, want de muren waren natuurlijk al wit van de stuk. Ja, daar dat onderste randje, dat stuk. Mooi, hè? Nou gaan we natuurlijk zo meteen ook zien hoe mooi het bij de keuken staat. Alleen jouw vader die gaat nog de haarden schilderen. En ik vind ook die lijsten, die maken het toch helemaal af, jongens. Het is echt zo sfeervol. Echt zo blij mee. Alleen het feit dat het hier nu zo naar pas geverfd ruikt... Dat geeft me al zoveel energie gewoon. Oh, echt heerlijk vind ik het. Nou, goedemorgen jongens. Sorry voor dit enthousiaste begin. Het is vrijdag. We hebben een leuk programma vandaag. We gaan vandaag naar Molenwaard. Dat is in Groot-Amers. Daar zijn we uitgenodigd. Daar gaat mijn schoonmoeder heel vaak heen met de kindjes. En nu waren we uitgenodigd omdat er een nieuwe attractie is. Dus daar gaan we heen. Is in de auto in slaap gevallen onderweg naar het huis. Want die zit nog steeds niet helemaal lekker in het ritme. Dus ik kijk erg uit naar het feit dat dit weekend de zomertijd ingaat. Misschien dat dat het nodig oplost. Dat is een, ze slaapt genoeg hoor, op een dag. Maar we komen gewoon niet helemaal... En ze slaapt gelukkig overal. Maar we komen gewoon niet helemaal uit. Maar dat betekent dat ik hier even kan douchen. Want ja, dat is voor de van twee huizen nu. Lars gaat vandaag naar een feestje, heeft hij ook heel veel zin in. Ja. Maar ik kan geen ticket krijgen. Oh jongens, ik zie er ook uit. Ik ga even dit hoofd fixen. Je kan je trouwens wel voorstellen dat het een goede keuze is geweest, hè? Om even bij mijn ouders te gaan zitten. Ik kan hier maar net door. Dat is echt drama. Daar ging mijn leuke commode. Maar goed. Morgen wordt de vloer gelegd. Kijk er zo naar uit. Oh, ik kan het je niet vertellen. Het is echt zo'n groot ding in mijn hoofd. Ik ben zo blij als het gedaan is.
Wat ik me trouwens wel bedacht, is dat we nu natuurlijk bij mijn ouders, heeft Elin haar eigen kamer. En tegen de tijd dat we hier weer teruggaan, gaan we dit allemaal verhuizen. En dat betekent dus dat we niet meer met elkaar op een kamer slapen. En dat is ergens heel lekker, maar ook wel jammer. Ik vond het wel heel gezellig. Maar goed, leg ik gewoon af en toe iets vaker bij mijn bed. We hebben een nieuw bed besteld, 2x2. Ga ik je binnenkort laten zien. Ik hoop dat hij snel binnen is. Met haar vrienden hoor. Huh? Met haar vrienden. Oh, oh, oh. Ja, uh-oh. Niet te snel. Oh, heb je nou een mooie roze nagellak? Ja, wat mooi. Oh, ja. Gaan ze hoor. Oma overal mee in. En wij op het terras met een theetje. Wat is dat, El? Zijn er kippies? Goedemorgen jongens, het is zaterdagochtend. Ik ga je niet weer vertellen hoe ellendig mijn nacht was, want het wordt er niet gezelliger op. Iets met maagzuur, overgeven, verbrande slokdarm. Maar goed, ik ben bij het huis. Ik heb Elin in slaap gereden. Het is een beetje een lifehack geworden tijdens deze verbouwing. Dat als ik dan ook naar het huis wou, maar ook Elin onder mijn hoede heb, zeg maar. Zij valt gewoon super lekker in slaap op de fiets of in de auto. En dan slaapt ze echt makkelijk een uur. Dus als ik dan even hierheen wil, en het is voor haar gewoon echt niet handig om hier dan te zijn. Dan ga ik gewoon even een rondje rijden. Nou is ze in slaap. En nou kan ik even bij het huis gaan kijken. Want vandaag wordt de vloer gelegd. En ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben. We gaan even kijken, want ze zijn al even bezig. Dus let's go. Jongens, kijk hoe mooi. Oh my god, het wordt zo mooi. Ik ben zo blij. Dat is nog maar het begin. Nu de rest nog. Nou, iedereen heeft even meegedaan met Elder middagdutje, behalve Isa. Maar goed, we zijn allemaal weer onder de levende, een soort van. Iedereen was uit, ja. Hele nacht buiten te slapen in de wagen. De jongens hier op de bank. Ik had boven al geslapen net daarvoor. We hebben het blijkbaar even nodig allemaal. Laten we het daar maar op gooien. Hey, we gaan eten maken. We maken soep met pizza. Dat is altijd goed. Quinn en Larsen waren gisteren naar een feestje. Dat heb ik helemaal niet verteld. Daarom zijn zij moe. Je had natuurlijk weer nachtwerk gemaakt. Larsen was voor het eerst in... Nou, ik denk deze hele verbouwing naar een feestje. Ja, ze waren nog best bij tijd thuis. Had je dat zo, toch? Ik ook later. Ik ook. Ze misten ons gewoon. Ik vind het wel gezellig zo een huishouden met vijven. Dat kunnen wij prima met z'n allen. Het is ook lekker, want iedereen die dan instort, kan de andere het overnemen. Ja, deze week was het wel top tijden, want we hadden allemaal op een bepaald moment... Een instortmomentje. Ja, en ik had natuurlijk bedacht dat ik hier zou komen omdat mijn moeder hier dan was en dan voor me kon zorgen. Maar ja, die was er even niet. Had jij nog ui van je bed? Nou, dan moet ik. Is en ik zaten gisteren op de bank en toen hadden we het over op zaterdagavond voor de televisie eten en televisie kijken. Met het gezin. Nou, we hebben wel een bijzonder samengesteld gezin. Ja. Maar het is wel heel gezellig. Helemaal leuk. Way down low. Kijk, ik hou van Holland. Goedemorgen jongens. Het is zondagochtend. En het is 31 maart. Take twee dingen. Eén, het is Pasen. Dus we zijn op ons paasbest. Ik heb heerlijk geslapen vannacht. Ben weer helemaal de oude. Dus ik ben zo blij. Elin heeft ook heerlijk geslapen. Heb jij heerlijk geslapen? Iedereen heeft lekker geslapen. Dat is ding 1. Ding 2 is dat de nieuwe collectie live staat vandaag. Vorige week voor jullie dus, maar vandaag voor ons. En de reacties die binnenstromen zijn weer zo leuk. Ik word er zo blij van. Ja, het is zo leuk. Mensen zijn vooral over het pak echt mega enthousiast. Nou, ik ook. Ik heb me ook voor de gelegenheid speciaal maar weer uit de kast getrokken. Het is zo leuk om te zien hoe jullie daarin meeleven. Ik vind het echt hartverwarmend. Ik ben echt... heel erg gezegend met al die lieve reacties. Vind ik heel fijn. Weerbestelling binnen. Hey. Wij gaan nu onderweg naar Tiel. Want we gaan bij jouw ouders Pasen vieren.
paaseitjes zoeken met de kinderen en zo. Dus ja, gezellig. Ja, het is het ziet er wel heerlijk uit. Wauw. Pak hem maar, El. Een ja, goed zo. Deze is van mij. Schat, hij moet in je mand. Hier, El, in je mandje. Elin heeft er nog een gevonden, hetzelfde, maar deze planten zijn. Hier, schat. Kijk, ik heb deze gevonden. Doe maar erin. Planten slaan in de weg. Hier, hou jij maar. Deze planten slaan in. Kijk eens hier. Ik heb nog één. Pakken. Van Pasen door naar de bouwval. Lars moet een riolering vervangen. Nou. Wat erg dit. Een tank? Ja. Nee, echt? Ja. Dat is niet goed, toch? Ja, blijf gewoon liggen. Ah. Ja, oké. Zullen we binnen bij de vloer gaan kijken? Ta-ta-da-da. Oh, jongens. Wat is het mooi. Mooi, hè? Oh, zo mooi. Ja. Goed, hè? Echt zo mooi. Ook hoe alles samenkomt met die kleur van de keuken. Ja, blij mee. Echt, oh. Op haartjes. Oh, alles, alles is mooi. We zijn lekker aan het rommelen in het huis. Oh, El heeft de vaatwasser open gedaan. Oh, kijk nou! Alleen de achterste doet het niet, schat. Lars is lampjes aan het maken, want we konden niks meer zien. Het werd zo donker. Mooi. Wow, mooi. Toch? Ja, echt heel mooi. Zo sfeervol. El die vond het maar gek. Ik zei net, ze is heel erg druk met het woord huis. Vindt het woord huis heel interessant. Ik zeg, waar is jouw huis dan? En toen wees ze dus naar de schuur. Zeg, dit is ons huis, hè? Ja, maar dit is ook ons huis. Is dit jouw huis? Huis, ja. Goed zo. Zo schattig. Nou, mijn nesteldrank kan zijn ei kwijt hoor, jongens. Ik ben nu het babynestje weer aan het voorzien van zijn hoes. Die had ik gewassen. Nesteldrang. Ja, daar zal het ook wel vandaan komen, schat. Morgen gaat het echte verhuizen beginnen. En het voelt alsof het morgen nog weekend is. Waardoor ik bijna vergat om hier een eind aan te breien. Maar dat is niet zo. Want het is morgen natuurlijk maandag. Dus morgen is start een nieuwe week. Dus je gaat volgende week pas het verhuizen zien. Maar goed. Je hebt al een kleine sneak preview gehad met de mooie lampjes die Lars net heeft gemaakt. Ja, nou, heb je gefilmd. Ja. Nee, iets voor de luizen, ja. Ja, leuk, hè? Zoveel zin in. Oh, ik merk gewoon echt aan mijn gemoedstoestand dat ik er zoveel vrolijker van word. Dat is echt niet normaal. Dankjewel, jongens, voor het kijken naar deze video. Maar ook voor jullie onwijs lieve reacties weer op de nieuwe collectie. Ik ben zo blij en ik geniet gewoon enorm van alle berichtjes die ik binnenkrijg. Ik vind het zo leuk. Dus dankjewel daarvoor. Volgende week weer een nieuwe week. Volgende week 36 weken zwanger. En het einde komt echt heel erg in zicht. Dus keep you posted. Tot volgende.